Ja, in de nieuws staan moest sowieso het riool vervangen gaan worden en het wegdek. En tegelijkertijd speelde ook het vraagstuk dat er in de omgeving van de Nieuwstraat, dat hebben wij gemakshalve het Nieuwstraatkwartier genoemd, dus Beeklust, Goosemaat, de Roof, dat daar ook meer aan de hand is dan alleen maar wegenonderhoud wat je moet plegen. Wij willen heel graag gebruik maken van de trots, de eigenheid die er in deze buurt zit, om de mensen zelf ideeën te laten aanreiken over hoe ze met deze wijk verder willen. Nou, en de eerste resultaten daarvan die zijn al zichtbaar in de voormalige Hagedoornschool, waar een buurthuiskamer is gerealiseerd. Je ziet het in de wijkcentra en je ziet het ook in de ideeën die de mensen hadden toen wij het ontwerp voor deze weg lieten maken. Er is heel veel door mensen zelf meegedacht, met lantaarnpalen, het ontwerp van de weg, de mogelijkheid om tuinen aan te leggen of groen. Deze straat is van de mensen die eraan wonen. Je kunt niet vanuit het gemeente zeggen, nou, we gaan het zo en zo doen. Nee, de mensen mogen er zelf over meepraten. Ja, en daar hebben we vandaag een start aan gegeven. Het snelheidsregime in de Nieuwstraat nu is 50 km per uur. Net als overal in de bebouwde kom, over het algemeen. En de bewoners zelf wilden heel graag dat we die snelheid omlaag zouden brengen. Dat is veilig voor de mensen die er wonen. Het geeft ook meer leefbaarheid, want het maakt dat je de straat makkelijker over kunt steken. Dat het plezieriger is voor wat mensen die wat kwetsbaarder zijn in het verkeer. Kinderen, oudere mensen. En de mensen hebben er zelf voor gekozen. Want als je zou kijken naar, laat ik zeggen, hoe de functie van de Nieuwstraat, dan zou die volgens bepaalde normeringen 50 km per uur regime moeten hebben. Wij hebben er op aandringen van de mensen die hier wonen voor gekozen om met hun idee mee te werken en uiteindelijk naar 30 km per uur te gaan. Plus meer parkeergelegenheid, die ook weer opnieuw aangelegd wordt en nieuw vormgegeven wordt. Dus ik ben ervan overtuigd, als Roelofs Wegenbouw klaar is, dan ligt de Nieuwstraat er weer picobello bij. Voor jou erbij, en voor de zon kom, heb jij al lang verzet, die droom van jou is niet zo.